my god! Yo Stiekemus, ik ben het Koning Stiekem en we zijn bij de tweede aflevering van onze Arsenal Career Mode op FIFA 18. En zoals jullie de eerste aflevering hebben kunnen zien, we hebben gewonnen van Chelsea met 2-0 voor de Community Shield. En in een paar reacties die ik heb gekregen, stonden er een paar spelers die je kan aanschaffen. En ik heb een paar scoutingsverslagen alvast de deur uit gedaan, dus dat is makkelijker. En dan gaan we nu even naar kijken. Zoals jullie hier kunnen zien, ik heb Gareth Bale heb ik een scoutingsverslag gedaan. Hij is 88 waarde, maar hij is een waarde van 60 miljoen, dus dat is best veel. Aspas, die heb ik binnengekregen, die heb ik een scoutingsverslag gedaan en die heb ik ook binnengekregen. 84 algemeen heb ik Robben, 87 algemeen met een waarde van 30,5 miljoen, leeftijd 33 jaar. Dus aan de hoge kant. En dan heb ik Di Maria, 29 jaar, ook 30,5 miljoen. Dus ik denk dat ik dan, ja, toch dat op zich voor Robben zou gaan. Goretzka voor het middenveld, een hele goede, 22 jaar, 83 algemeen, prima, 34 miljoen. Grimaldo, ik denk dat je hem zo uitspreekt, linksachter, mocht ook een hele goede zijn, mocht ik er nog een verdediger wegdoen. Martial heb ik ook nog even gescout, of die naar mij toe gaat, naar de concurrent, dat is nog maar de vraag. Maar goed, het is altijd te proberen en dan heb ik ook nog Matthijs de Ligt en André Onana. Dus, maar dat doen we na de wedstrijd. Of we kunnen nu vast een bot doen op een van deze spelers. Een advies was van een kijker om Aubameyang in de spits te zetten en dan een nieuwe rechtsbuiten te kopen. En mijn nieuwe rechtsbuiten, ik denk dat Robben gaat, 33 jaar is wel oud. En dan zoveel geld neerleggen voor iemand van, die van zijn leeftijd. Ik ben zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Ik moest even kijken hoeveel transferbudget ik heb. Ik heb 170 miljoen om uit te geven, dus. Ik kan Gareth Bale proberen aan te trekken om hem terug te halen naar de Premier League. Benader om te kopen, dus ja, betaal. De speler heeft een ontslagclausule van 127,1 miljoen. Wil je de cluponderhandelingen overslaan? Die sla ik over. Ik betaal gewoon en ik wil onderhandelen met hem. Even kijken, zijn ding moet cruciaal worden. Nou, dat accepteer ik, tuurlijk. Een contract voor 3 jaar tegen bod. Ik wil dat jij 5 jaar blijft. Ze willen 3 jaar. Prima, doen we 3 jaar. Even kijken. Een tekenbonus van 5,2 miljoen is veel. Hij wil 370 per week. Accepteer ik. Zeker. En we hebben Gareth Bale. Boom. Jazeker, we hebben Gareth Bale binnen. Hoppa. Wat een aankoop is dit. Welbeck gaat weg. Sorry Lacazette, je gaat naar de bank. Aubameyang die kant op. Wat? We hebben gewoon Gareth Bale binnen. Oké, check. Mooi. Dan gaan we de eerste wedstrijd spelen. En dan gaan we kijken of die wat kan dus. Ik zie jullie bij het begin van de wedstrijd tegen Leicester City. Yo, daar zijn we dan. De eerste Premier League wedstrijd. En gelijk met een debutant erbij, Gareth Bale. En ook bij de tegenstander is er een debutant. Wie het is, weet ik niet. Dat was in het begin was dat. Dus we gaan beginnen, let's go. Maar goed, we hebben na de Community Shield moeten we hem gelijk gewoon goed gaan openen in de Premier League. En ik hoop dat dat lukt. Kom op. Nee. Oeh, hij draait mooi weg. Hop, mooi blok. En hij laat hem lopen voor de corner. Ah, jammer. Geen buitenspel. Voorslingeren. En nee. Ben je niet. Özil, mooie steekbal op Mkhitaryan. Aubameyang. Oh. Peeg. Kom op. Ramsey. Pompen. Zo. Wat een goal. Wat een doelpunt. Man. Oké, we zijn er weer. Stiekem Airlines. Yes. Holy shit, die zat er lekker in. Gewoon even herhaling. Moeten kijken. Ik denk een paar vervolgens. Ik probeer een 1-2'tje. Leg hem mooi terug. En denk ik ga gewoon pompen. En dat hij er zo in vliegt. Dat had ik niet verwacht. Echt niet. Dus let's go 1-0. Wow. Nu wel. Scheids. Goed zo. Penalty. Lekker dit. En natuurlijk, je weet wie hem gaat nemen.
Er is er maar één die die penalty mag nemen. Gareth Bale. Hoeken links in de hoek. Nee! En het is ook gelijk afgelopen. Nee! Dit is echt een zure. Nou, op zich niet een echte super debuut van hem, maar we gaan even snel naar zijn cijfers kijken. 8,7 is op zich wel een prima cijfer voor een rechtsbuiten die geen moer gedaan heeft. Dus, eerste wedstrijd, ik zie jullie bij het hoofdmenu. Daar zijn we dan, we hebben even een persconferentie. Die doen we even gauw, we moeten tegen Stoke City. Nou, we loven hem. En we hebben een laatste verslag van André Onana binnen. En die is ook een 78 en die is 10,5 miljoen. Dus ik denk dat ik die twee er nog wat bij koop. En dat ik dan misschien nog een metterzak verkoop of zo. Dat, dit, dat moeten we nog even bekijken. We simuleren door tot aan Stoke City. En dan gaan we een bieding doen. En dan hopen we de volgende aflevering weer een uitslag te hebben over een nieuwe speler. En deze ronde ging dat weer heel snel met Gareth Bale. Dat was, oké, wil je 170 miljoen betalen? Ja, prima. Oké, wil je een contract? Ja, oké, doei. Mooi, je bent van mij. Even kijken. Meneer Wingraag is akkoord gegaan met 1 jaar voor Doncaster Rovers. Hij zal per direct vertrekken. Oké, 1 jaar is hij weg. Dus prima. We gaan een bod uitbrengen op Matthijs de Ligt. De club heeft de speler onlangs aangetrokken en wil dus niet onderhandelen over zijn vertrek. Leuk. Onana. Die kunnen we wel kopen, dus dat gaan we nog even snel doorheen raggen. Ik laat alleen de uitslagen zien wat ik heb besloten. Ze zijn akkoord gegaan. 14 miljoen euro voor Onana en ze gaan akkoord. Zo snel heb ik het nog nooit meegemaakt. Echt niet, zo snel heb ik het echt nog nooit meegemaakt. We kunnen gaan praten met André. Daar zijn we. Hij wil de taak in de ploeg wil hij als rotatie. Nou, dat klopt, we hebben Pet Cech. Ik hou dat zo. Dan speelt hij de bekers en misschien Europees. Maar dat bekijken we dan tegen die tijd nog wel. We willen hem een 5-jarig contract aanbieden. Ah, top, daar gaan ze ook mee akkoord. Zo snel gaat dat. Een ontslagclausule voorstellen. Ze willen een ontslagclausule van 29,7 miljoen. Ik vind dat goed accepteren. Want anders gaan we niet... ik zei eerst, ik zei 50. Maar daar gingen ze niet mee akkoord dus. Top. En dan gaan we minstens 15.000 per week. Dat is een beetje schijn, maar we hebben geen salarisbudget. Fuck. Oké. Ja, ik accepteer hem. Dus dan moet ik heel snel mijn budget gaan aanpassen. Heel snel mijn budget gaan aanpassen nu. Kantoor. Kijk, kantoor. Budget. Zo. Ik heb weer transferbudget en salaris. En zoals jullie zien, we zijn bij de wedstrijd tegen Stoke City. We hebben de eerste wedstrijd gehad en na 1 wedstrijd staan we op plek nummer 5. De ploeg hebben al een 2 wedstrijden gespeeld. En die mogen we ook doen. Dus misschien dat we de volgende aflevering weer terug gaan naar plek 1. Dat zou wel tof zijn. Vonden jullie deze aflevering leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Reageer hier beneden in de comments wat je ervan vond. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie weer bij de 3e aflevering. En dan zeg eens bye bye. Dum 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 d